maak de vlucht van je leven. Yo, kijkers van EagleTubers. En welkom in Park of Flying Eagle. Ja, inderdaad. En ja, we hebben weer wat dingetjes gedaan. Ja. Ja, Jens. En ja, bij deze gaat Jens officieel het gebied Red Deer Woods opengooien. Ja, zien we gaan hier een dag naar de Ardennen. Ja, dat is nu. We zien hier het rode lint. En het openingsbordje, dat is helaas vandaag. Het is vandaag de 31ste. Dus op mijn teken doe ik het open, Jens. Wacht even. Oké, ik pak even een schaar. Mooi. Bah. Bij deze ben ik de commissioner en zeg ik... Welkom in Red Deer Woods. Openen. Ja, mooi, mooi. Dus mensen, okay. Dit is Red Deer Woods. Helemaal en gemaakt door mij. Nee, grapje. Helemaal gemaakt door Jens. Ja, wel. En ik heb het geautomatiseerd. De eerste look is heel bergachtig, zoals jullie zien van hier. Veel bomen. Ja, vergelijkbaar met Plopsaco. Ja, dat is het is ook exact hetzelfde. Maar dan leuk. Soort park. Het is een klein park, net als Plopsaco, dus we kunnen alle attracties in één video doen. Gelukkig. Oké, ja. Het is een heel klein park, maar het was toch heel vervelend om dit te bouwen. Vooral die hoge bergen daar. Ja, we beginnen met deze attractie, er ligt er ook maar één, nee, twee. Maar we beginnen met de achtbaan. Wolfspeed. Oké, dus ja, Jens neemt de normale ingang, maar ik heb een fast pass als commissioner. Amai, zijn hier is de attractie. Een wilde muisachtbaan. Ik ga maar van voor. Bam. Er is een type wilde muis. En dit is een heel erg lange, dus bouw dit in het echt, jongen. Kom er met blauwe plekken terug het station in, jongen, want dat duurt heel lang. Klopt. Niet zo'n standaard mech-achtbaan. Zoals Speedy Bob en Kuiperman. Applaus. Yes, there we go. Die al aardig veel wilde muisbochten. Amai, die gaat rap. Jammer. En nou, jullie zien ook, ik heb een andere Rasher pack nu. Dus nu zijn de blokken wat smoother. Ik had die eerst niet omdat ik een nieuwe computer had natuurlijk. Waar ik die nog niet had op geïnstalleerd. Dus nu zien jullie mooie beelden. Ja, in de toekomst, nog niet voor meteen, ga ik hier nog een nieuwe achtbaan bouwen. En nog iets, we hebben hier een madhouse, maar die werkt helaas niet. We kunnen wel het bouwsel laten zien. Maar hij zal niet werken. De voorshows die staan ook uit. Ik heb ook nog geen voorshows gemaakt. Die kan ik wel maken misschien. Maar het probleem is, voor de ganse voorshows zijn er twee in totaal. Hebben we vijf verschillende stemmen nodig. En we zijn met twee. Heb je die deur al gefixt? Welke deur? In een andere gebied van daarnet. Ja. Oké. Okay. Ja, waar dat over gaat, dat zien jullie later nog wel. Ja. Dat is een ander park. En voor in de toekomst nog heel lang, want ik heb nog veel taken dat ik nog moet doen. Maar als de laatste taak op mijn takenbord staat, een heel grote verrassing, iets compleet nieuws. Oké, we zijn terug in het station en de trein gaat kapot. Nee dus! Dat is weer jammer. Nee, we gaan nu niet met die destroy-kloten, jong. Zal ik ook niet doen, mensen. Goed, dan gaan we nu naar de dichtstbijzijnde attractie voort. En dat is de Deer Lake Tour. Ja, inderdaad. Oh. Oké. Zeg, ik heb het al gestopt met regenen. Gaan we dat niet doen? Ah nee, laat maar. Ik deed het. Oké. De Deer Lake Tour hier, hè? Ja, op dit moment is hier niks, maar... Want het is nu, de dag dat wij het opnemen is het 31 oktober. Maar de dag dat dit online komt gaat wel Halloween gedaan zijn. Maar de komende jaren krijgt dit park ook Halloween versiering. Ik heb al iets in gedachten, maar we gaan het nog niet zeggen natuurlijk. Nog een jaartje wachten. Ja. En misschien ook nog kerstdingen binnenkort. Alleszins, sneeuw gaan we niet meer doen, want dat is misschien op sommige plekken, maar... niet terug heel het park, want... Ja, ik...
Alleen maar sneeuw in de parken waar dat het moet liggen, waar dat nu ook ligt, het hele jaar door. Ja, maar de kerstversiering die komt natuurlijk elk jaar terug, maar de sneeuw legt het. Trouwens, nog niet overal in het park is de sneeuw weg. Op sommige plekken sneeuwt het nog. Ja, dat is heel jammer. Ja. En zoals jullie al weten, de audioserver die werkt nog steeds niet, maar we hebben wel veel attracties waar ik al muziek voor heb voorbereid gemaakt. Dus die attracties die kunnen we ook eens in een video doen. Ja, binnenkort komt er een speciale video daarvoor. En de dag dat we dit opnemen, komt er ook een video online. Dat is de Halloween special. Dus hopelijk hebben jullie die al gecheckt. En geliked natuurlijk. Ja, die is dus op klokslag 12 uur geüpload. Ja, man. Of iets vroeger natuurlijk. Ja, ja. Dit is hier gaan we naar bam. Heel erg raar dit. Oei, ik heb per ongeluk een barrier kapot gemaakt, dus... Die schapen gaan even in elkaar staan, jongens. Ja, gaan ze dood. Even geluid uit. Voilà, hè. Hier missen nog een paar lilypads misschien. Ja. Ja, decorateur. Ja, wat dat nice zal zijn in zo'n meer als dit is, dat is vuil water. Maar ja, dat kan gefixt worden toch? Maar hoe? Geen idee. Ik heb het toch al eens eerder gezien, zo vuil water. Goed, saai attractie. Maar ja, het is maar rondvaart, familie, boottocht. Vergelijkbaar met de gondoletta. En we zijn er weer. Gaat die kapot? Hopelijk wel. Ja. In de uitgang. We zijn nog lang niet klaar, want een van mijn favoriete attracties staat hier ook in dit gebied. Oh man, dan gaat hem even... Ja, maar ja, hier hebben we de toiletten. Ook niet onbelangrijk voor als je een boodschap moet leggen. En het staat hier in een andere taal geschreven. Maar ja. Taal? Wat? Ja, hier staat niet man en vrouw, hè. Oei, dat... ik heb dat gekopieerd van Mexico. Ja, verander dat maar, hè. Ja, die brilliant. Maakt niet uit. Wat hebben we hier? Hier hebben we nog de Villa Ouija, helaas. Gaat die nooit werken. Want hij is ook gesloten, zoals jullie zien. Maar ja, we kunnen hem wel laten zien. Ja. Zoals elke madhouse in het echt, heeft deze dus ook een verhaal. Ja, indien het park... ooit terug opent, kunnen alleen de VIP's hier binnen vliegen. Dus, ik vertel even hoe het verhaal zou moeten gaan. Jaren geleden was er hier in deze bergomgeving een kamp. Met een gids die in dit grote huis woont. Ver van iedereen weg. Het was een heel erg onbeleefde man. Als je... snoepat altijd op. Als je bang wordt voor het water, dan duwde hij u erin. Ai. Hij had een zoon die ook deel had genomen aan dat kamp. En zelfs zijn zoon had hij volledig gekloot. En op een dag waren alle kinderen het muug. Dus besloten ze op een wandeltocht in de bergen de gids een lesje te leren. Ze stopte een slang in zijn rugzak en toen hij iets om te eten wou pakken, nam hij de slang beet en schrok zo hard dat hij van de berg viel. En vlak voordat hij neerkwam, was hij ervan overtuigd dat zijn zoon hierachter zat. Dus zijn geest besloot voor eeuwig in het huis te blijven. En zijn zoon voor eeuwig binnen te laten en het huis te laten ronddraaien om wraak te nemen op zijn zoon. De zoon vraagt dan aan alle bezoekers om hem te stoppen, zodat hij weer vrede kan krijgen. Dat was het verhaal. Bam. Terwijl hebben jullie ook de binnenkant gezien, ik heb alles laten zien. Het is eigenlijk een madhouse zoals in de dingen in Den Efteling. Villa Dinges, hoe noemt dat? Villa Volta. Ja, inderdaad. Dus dat is dat, hè.
Ja. Vond je het een goed verhaal? Schrijf dan in de video's of het goed was, want veel Madhouse in het echt hebben geen goed verhaal. Villa Volta heeft een goed verhaal. Merlin's Castle heeft een goed verhaal. David de César heeft een goed verhaal, maar zo bijvoorbeeld Het Huis van de Geest heeft een slecht verhaal. Fenway Palace ook een slecht verhaal. Dus laten we weten of het een goed verhaal was. En dan gaan we meteen naar de volgende attractie toe. Ja, De Otterwel, The Ride. gaan we die doen. Ja, Red Deer, The Ride. Die is ook heel nice. Ja, deze had normaal andere beugels moeten krijgen dan dat hij heeft, maar blijkbaar kan het dus niet. Heel spijtig, want zag er wel goed uit. De Redstone Comparator. Ziet er wel goed uit voor beugels, maar helaas kan het niet. Dit is een leuke achtbaan, vooral dat hij door de berg, door de bomen heen gaat. Die ook veel werk was, dus de berg en de bomen. Ziek veel werk was dat. Maar het ziet er wel goed uit. En deze is dus ook, deze lijkt dus ook op een attractie in Plopsaque, namelijk Halt for the Ride. We gaan heel snel naar boven, want ja, anders duurt het veel te lang tegen dat we boven zijn. Ja. Ja, voilà. We gaan hier naar beneden. In de bergen. Gelukkig dat we de rails niet horen. Hoort jij het geluid van de rails? Ik ook niet. Dat is nice. Is een mooie baan dat hij dwars door de bomen heen gaat. Grootste pluspunt. Oké, boemerangbocht over de zijdelift. En ten einde. Wel jammer dat ik niet genoeg plek had voor voor een betere rem. Zodat hij helemaal rechtdoor gaat, dat hij kan remmen. Ik had niet genoeg plek. Oké, dat was hem. Misschien dat ik hier ook dit hier nog kan fixen binnenkort. Maar ja. Goed, ja, wat gaan we nu doen? Zetellift, Tree Ja. Trunk of the Woods Racer. Zetellift, een van mijn favoriete attracties. De Zeg jij met die stomme meldingen hier? Oké, dus. Ja, de zetellift. Ik heb hem gespaard. De zetellift, gewoon een zetellift, ik vind hem wel leuk. Ja, en hij ziet er ook goed uit. Kijk eens naar de berg zo. Ziet er echt realistisch uit. Wat nu wel minder is dat zetellift in het echt niet mogen stoppen, want er hangen wel 60, ja, 60 zeteltjes aan zo'n lift. Dus normaal zou dat gewoon moeten doorgaan en moet je zo snel mogelijk instappen. We gaan heel slow naar boven, want ja, het is geen achtbaan. Het is gewoon Ah, zeteltjes. daar kan ik wel verandering in brengen. Nee, we gaan zalig naar boven door de frisse natuur. Zalig met al die kronkels. Ja, in het begin gaan we nog niet stijl. Ah, ja, ik zie het. Ook weer die bergen. Veel werk is erin gestoken. En Ja, als jullie. aan de lift zelf niet zo. Ik heb er, ja, om dat zo hoog te bouwen, is dat wel moeilijk. De ene kant heb ik gewoon met de hand gemaakt, de andere kant gewoon gekopieerd. En dan die pilaren heb ik ook gewoon gekopieerd van elkaar. En als we boven zijn, kunnen we ook het uitzicht even bekijken. Ja, ook al is er niet veel te zien, er is veel te veel mist omdat we zo hoog zitten. Ja, maar bij mij staat de mist niet op. Allee, ik heb geen wolken staan bij mij af, dus dan kunnen jullie goed even zien. Ah, nou, dat kun je afzetten. Ja. Ja, ik ga dat nu niet doen. Bij video settings clouds off. Ja, persoonlijk vind ik dit soort attracties niet mijn ding, ook niet in het echt. Ik ben voor de snelle achtbanen. Oké, we zijn bekend boven. Ja, nee, ik zie nu geen park meer. Oh nee. Ik kan dat wel met settings doen. Dus. Hier kunnen Goed. we even uitstappen zoals jullie kunnen zien. Ik kan eens zien hoe lang. 30 Eigenlijk seconden. is het hier toch bekend niks. En kijk, zie, we zitten nu op de top van de berg, het hoogste punt van heel de server.
En als je hier kijkt, kijk eens hier. Wat een schaduw. Ja, nee, dat deze berg gewoon omhoog gaat. Joh. Dat geen berg is langs de andere kant. Ja, dat is eigenlijk. Dat moeten we eigenlijk niet weten, want dat is allemaal. Ja, gezien. Oeh, instappen, Jonasje. Wat was dat daar, Jonasje tegen One and Only? Maar niet uit. Bam. Ja, je ziet de andere kant toch niet, maar ja. Mm-hmm. Als je het zou zien, dan zult je denken van, amai, een zwijvende rots. Oké, we gaan nu dus tegen 100 per uur naar beneden. Dat zal ik even fixen. Oh. Prank. Oké, there we go again. Oké, we moeten nog een wandelpad maken voor dit hier. Voor mensen die niet meer durven. What the fuck, een wandelpad om naar boven te wandelen, zeg. Nee, voor terug te gaan. Een wandelpad door de bergen heen. Dat is een goed gedacht van mij. Goed gedacht. Je moet geen hoogtevrees hebben voor dit, hè, jongen. De grond zit zo'n 10 meter onder u. Ja, en? Dat is ook bij een skilift zo, hè. Ja, maar... Ja, dat is eigenlijk een skilift, maar dan wel voor de lol, dit. We hebben nog een paar dingen... Ik denk dat we bijna rond zijn. Ja, we hebben die dan nog te doen. Ja, zoiets als dit vind je het echt niet echt een pretpark, omdat... zoiets moet in bergen gebouwd worden. Het enige wat ik ken, wat daar in bergen gebouwd is Plopsaco. Dat heeft een zetelift, een hele mooie. Exact hetzelfde als dit, tenminste daar lijkt het op. En Slagharen heeft er ook een, maar die gaat zo'n 10 meter gewoon boven de Main Street. Dat is geen natuur, dus niet zo heel prachtig. Ja, en natuurlijk de ski-resorts in Oostenrijk, Zwitserland. Frankrijk. Ja. Dus we zijn weer aangekomen. Ik weet niet waar het eraan gestrooid wordt. En niet. Ah nee, dat moet ook niet. Ik moest al gedestrooid. Ah, toch. Oké. Dit was de zijdelift. Hier is de uitgang zeker. Verdomme. Goed. Dat is tijdverspilling, hè, zo'n zijdelift. Behalve als je een hele dag hebt. Dus. Goed. De Tree Trunk River. Ja. Natuurlijk ook. Die lijkt natuurlijk ook op de Maya Splash in Plopsaco. Waar is de ingang? Ja, niet qua rit en niet qua teaming, want Tree Trunk, voor degenen die het niet weten, dat betekent gewoon boomstamrivier. Simpele naam, maar in het Engels klinkt het wel goed. Dus het is ook gebaseerd naar een houthakkerij. Vandaar al die... Er staat een pop en dat moet een houthakker zijn. Dat maakt niet van voor. Waarom? Waarom voor opname, jongen, hier van lassen? Maar nee, jongen, hij gaat de andere kant op, jij moet van voor. Oh. Dus, dat was weer een faal van de week. Toe, toe, toe. Toe, toe, toe. Jodala, jodala, hee. Oké, op naar de eerste helling. Gaan we redelijk snel door. We kunnen wel zien wat ons te wachten staat, ja. Oké, omgevallen boomstam. Met die pilaar heb ik ziek veel moeite gehad, jongen. Dat heeft wel lang geduurd om dat te bouwen. Oké, dan gaan we de cave in. Hadden we nu special effects als plugins, dan hadden we hier zo misschien een fontein kunnen maken, maar... Ja, kan ik zo natuurlijk ook doen. Gewoon water dan omhoog gaan. Oké, we gaan terug naar boven. Oké, die schapen die kan ik maar beter afslachten, jongen. Ze trekken op niks. Afslachten. Oké, Jens trap gaan doen. Afslachten. Oké, dat was afdaling nummer 2. Ja, nog altijd spijtig dat het gewoon een achtbaan is, die boomstamattracties, waterattracties. Dat het geen echte waterattractie is. Oké, dit is nog mooi. We gaan afslachten. Onder... Wat een grappige. Mooie beplanting waar we onder gaan. Afslachten. Oh. Jens is grappig aan het doen. Bah. Uitgang. Wat was dat? Gewoon doen. En dan gaan we naar de laatste attractie van het park. De Wood Racer. Mede mogelijk gemaakt door Johannes en Productions.
als je denkt dat het een racer is, het is geen racer, het is gewoon een enkele achtbaan. Allee, achtbaan ruilbaan. Ja, ik heb hem gemaakt. Grapje. Daar is een wijze, hè. Zaterdag is een nummer, een kak op. Jonas heeft een Halloween kleren nog aan, jongen. Dat is niet belangrijk, het is nog geen november, dus zwijgen. Ja, maar wel als deze video uit moet. Geüpload is. Amai, mensen, heb je dat gehoord? Ah, amai. Goed schraal. Ik zie daar je hout als slecht gemaakt is. Amai. Dan ga ik het zo in orde brengen, jong. Dan ziet hij het meteen. Ja, als jij van de klote doet, zie ik het direct. Oké, okay, natuurlijk, natuurlijk lijkt deze ook op de bobslee van Plopsakker. Ja. En, amai, dat is wel een irritante lift, hè, die van Plopsakker. Jongen, word je met een soort skilift, word je vastgemaakt, dan ga je achterstevoren naar boven, jongen. Dat zit totaal niet goed. Maar ja, dat is zo op de berg gebouwd. Dit is met pilaren. Ja, pilaren van hout. Die gaat veranderen, ze weet. Met zo'n steile berg gaat dat niet zo simpel. Ja, ze weet, die pilaren veranderen, die zien er niet goed uit. Ja, dan wat dan, een staal. Ja, we willen geen pilaren van houten blokjes. Zeker geen samengeperst hout. We hebben witte wol als de beugels. Ja, wekken de kleur van gordels bij sommige ruidelbanen. Maar ja, sommige hebben ook gewoon geen beugel, waardoor er dus al veel ongelukken zijn gebeurd met ruidelbanen. Zit jij gewoon los? Ja, ja. Amai. En dat werkt ook niet op een trick of zo. Dat is gewoon zwaartekracht dat je naar beneden gaat. En niet altijd, je kunt ook zeggen, het werkt op een motor, niet altijd een trick. Hoe dan ook, menselijke fout. Ja. Jens, ja, gaat nu meteen dat blokje veranderen. Maar zoals bijvoorbeeld Blitzbaan in Tuiverland, die werkt op Ellen Trick. Vandaar dus dat die veel moderner is als... Ah nee, ik snap het al, jij hebt dat gedaan. En trouwens, zijn naam is ook veranderd naar Eagle Chilber. Ja, ik heb lang genoeg Jens Put geheet, jongen. Ja, geheet, ja, goed. Want wat ik dus zei, Blitzbaan, dat blijft gewoon op de gelijksvloer. En dat is niet op... Bergen, dat is gewoon op het platteland. En ja, dat werkt dus op wel een trick. Dus niet op zwaartekracht, kunnen gewoon vooruit gaan. En dus bij de ruidelbanen, zoals de bobslee, moet je zien dat je niet botst op mensen die voor u aan het rijden zijn, die hem nodig vinden om een beetje sleum te gaan. Bij dat ga je dus automatisch sleum. Hoe goed je ook je best doet, ga automatisch. En remmen doe je ook automatisch. Dat is goed. Ik doe liever die al in de bergen gebouwd zijn, maar de elektrische zijn veel moderner natuurlijk. Oké, dit was Red Deer Woods. Inderdaad, officieel vandaag geopend. Heel nice. En dan zien we aan de andere kant Flying Eagle Studios, waar nog een poort bij staat. En die opent binnenkort. Ja, 10-11, dat gaat waarschijnlijk niet waar zijn. Ja, laat maar staan. Misschien zelfs als je, denkt dat je hier ook naar binnen kunt... Nee. Ja, even, het is dan op veiligheid, want ja, je weet dat nooit met de Jens. Ja. En nu? Ja, dat was Red Deer Woods, dus moet het nog iets laten zien. Ah ja, nee. We kunnen ook nog Race for Atlantis laten zien. En een attractie die we in aflevering 2 vergeten zijn. Dan zullen we dat maar eens doen, zeker? En met muziek. Vandaar stel ik het voor. Wacht, hij heeft dat een worp. Zal wel. Ach, top. Wacht even. Worp Atlantis. Wacht, ja, nu zit ik er dichtbij. Ik zal er nog een warp zetten. Ah ja, hier. Oké, dan gaan we weer naar links en dan komen we bij Griekenland. Zien we waar een warp is. Amai. Sommige mensen kennen waarschijnlijk Race for Atlantis als ze Fantasialand kennen. Een oude attractie, gesloten in 2016. Zonde.
ik vond het een hele leuke simulator. Oké, dit is dus ook gesloten. Dit is dus ook van Fantasialand, de Wellenvlug. En hier hebben we Race for Atlantis. Er is nog één ding dat hier ontbreekt, maar dat moet Jonas fixen en hij weet zelfs niet hoe dat dan moet. Maar hierachter moet een grote gouden bol komen. Ah ja, ik weet dat wel. Ik moet dat gewoon even zo opzoeken. Ik heb dat ook gedaan over de tijd, hè. Weet je niet meer? Ja. In die oude attractie. Die oude. Ja, de Pokémon Go, man. Ja, maar dat is toch, dat is lang geleden. Ja, toen kon ik, toen was hij nog niet zo, toen was hij nog niet zo goed als nu. Oké, dan zijn we in de wachtrij. Ik heb hem, hij is exact hetzelfde als de Race for Atlantis van Fantasialand. En de nieuwe attractie die in de plek komt, want ondertussen is dat wel al heel lang geleden dat hij gesloten is. Twee jaar, het werd tijd dat er iets nieuws komt. Dus volgend jaar opent er in Fantasialand de Flying Coaster. De Fly tot nu toe. Gaat hij zo noemen of is het maar een bouwnaam? En wij... Ja, oké. Is muziek ten einde. Zo'n applausje waard.
Dus wat ik ook zei voordat de attractie begon was, hopelijk gaan we in de pasvakantie ergens. Hopelijk is die dan al open, de fly. Gaan we hopelijk eens naar Fantasialand en dan ga ik er natuurlijk een vlog maken. En als hij open is, gaan we er eens een keer een kijkje nemen. Maar ja, dit was ook Race for Atlantis. En ja, verder hebben we niks laten, om te laten zien. Hè. Nee. Dus mensen, we hebben vandaag de opening gedaan van Red Deer Woods. En deze attractie hebben we ook laten zien en daarmee beëindigen we de video. Dus vond je dit leuk? Zeker duimpje omhoog. Op ons kanaal. En en later.